Hallo allemaal en welkom bij deze webinar over dataplatformen. Voordat we beginnen, even wat huisregels voor degenen die hier vorige keer al hebben ingebeld. Die weten wel dat er 20 seconden vertraging op de lijn zit, dus hou er even rekening mee. Wat jij dadelijk typt, dan zijn wij al 20 seconden verder. Zorg ervoor dat je even op een lekker rustige plek zit, zodat je het goed kan volgen. En je kunt dus vragen stellen via de chat. Irene is vandaag de moderator en die gaat bekijken of de vragen direct kunnen worden beantwoord of dat we dat op het einde van de presentatie nog even doen. Nou, korte intro. Dat ben ik, de bovenste. Ik werk inmiddels 5 jaar als data consultant. Daarin verschillende rollen gehad, architect geweest, maar ook analist, engineer. En sinds 2 maanden in dienst van Brightcubes. Sinds eergisteren mijn eerste opdracht begonnen bij Tenet. Bouwen van een ELK-platform, komen we later ook nog op terug wat dat is. En moderator van vandaag is Irene. Die kennen jullie waarschijnlijk al wel. Die werkt iets langer bij Brightcubes, 4 maanden. En zit nu bij ASML als data scientist. Wat willen we vandaag gaan doen? We willen wat gaan vertellen over dataplatformen. Maar dan vooral de praktische en wat meer hands-on kant. Want we merken dat er altijd veel gepraat wordt over data en de vraag is altijd van wat doen die mensen nou eigenlijk, die data analisten, die engineers. En daar willen we vandaag een kijkje in gaan geven. Kort even de agenda, even intro over wat het nu eigenlijk is en waarom je het nodig hebt, tenminste ik vind dat je het nodig hebt. Dat doen we aan de hand van een voorbeeldje en we leggen even wat data rollen uit. We hebben een demo, als dat allemaal goed gaat tenminste. En we bespreken wat het verschillende type platformen en cloud vendoren waarin je zo'n platform uit zou kunnen rollen. En we sluiten af met wat best practices. Goed, de eerste vraag is natuurlijk, wat is het nu en waarom heb je nu zo'n platform nodig? Nou, ik vind het zelf wel makkelijk om wat voorbeeldjes erbij te pakken. Vooral bedrijven die iedereen kent, zoals een Uber, Booking.com, Airbnb, Facebook, Netflix. Dat soort grote jongens. Je kent ze wel, zijn de afgelopen jaren zijn ze vanuit niets in één keer heel erg groot geworden. En als je dan zou denken van wat doen zij nou eigenlijk, wat leveren ze nu eigenlijk? Dan is het eigenlijk voor een heel groot deel dat jij als consument praat met een dataplatform. Natuurlijk is het niet alleen een dataplatform, er zullen waarschijnlijk ook wat software mannen ingebeeld zijn en er komt ook een hele hoop software bij kijken. Maar een groot gedeelte is wel dat je praat met een dataplatform. Als je bijvoorbeeld eerst bijvoorbeeld Uber kijkt en je pakt je telefoon erbij, je denkt ik wil een taxi bestellen, dan stuur je eigenlijk data richting dat platform. Bijvoorbeeld, wat is mijn huidige locatie en waar wil ik naartoe? En wat je dan terugkrijgt is dat er is al een hoop data verzameld of er wordt op dat moment data verzameld. En wordt verzameld in dat platform zodat jij een reactie terugkrijgt. En je kan dus denken aan alle chauffeurs die daar in de omgeving rijden. Waar rijden die echt? Wat is hun locatie? Maar ook hoe druk is het? Hè? Want je wil een soort aankomsttijd wil je krijgen. En wat kost zo'n Uber-chauffeur nu? Nou, dat wil niet alleen jij, maar dat willen nog heel erg veel mensen. En als je dit plaatje dan even samenvat en je zou dat dan gaan vertalen van wat is zo'n dataplatform nu, dan zie je dus dat er verschillende datatypes zijn die worden verzameld. Je hebt ook verschillende consumers. Nou, in dit geval is het een soortgelijk consumer, maar het zijn er in ieder geval heel veel. Je kan dus ook nog hele andere type consumers hebben op zo'n dataplatform. Het moet heel erg schaalbaar zijn. Hè? Kijk in hoe een korte tijd dat deze platformen zo immens groot zijn geworden. En het gaat vaak om real-time data. Want je wilt natuurlijk wel, als je op die knop drukt, dat je ook weet dat er ook daadwerkelijk nu taxis in de buurt zijn. En dit alles wordt gedreven door data pipelines. Een pipeline is dus hoe de data door je platform loopt. En daar komen we later nog wat meer in detail op. Nou, dan de grote vraag, waarom heb je dit nu nodig? Nou, zoals je ziet, door het combineren van data, ja, ik heb het even opgeschreven, als je kan je silo's binnen een bedrijf door midden breken. Dus wat je nog wel zag, is dat er een financiële afdeling die verzamelt wat data en een andere afdeling verzamelt wat data. En juist door dat te combineren, krijg je dus een heel erg krachtig platform. En ja, daar krijg je dus nieuwe inzichten mee en misschien zelfs wel nieuwe businessmodellen. Daarnaast, als je een tijdje onderweg bent, dan ga je wat meer doen ook aan je standaardisatie, aan je monitoring, aan je automation.
En dat zorgt ervoor dat de data die in jouw platform zit, dat die van hogere kwaliteit wordt. Dus die wordt heel erg betrouwbaar. En dat helpt dan weer bijvoorbeeld om jouw development veel sneller te kunnen doen. Je weet dat die data goed is die erin staat. Maar heel snel heb je al data. Dus je kan heel snel dingen, kun je pokjes draaien. Kijken of dat werkt, kijken of het bruikbaar is. Eventueel naar productie pushen of weer iets nieuws gaan bouwen. Dat even in een notendop wat het is. En hoe is dat nu ontstaan? Nou, heel erg vroeger had je dus eerst een paar applicaties draaien en die leverden wat data aan. Dus je kan eens denken aan een applicatie waar een SQL database onder draait of die wat logdata wegspuugt. Toen waren er een paar slimmerikken die dachten van, nou laten we deze data nu eens even combineren. En dat deed ze in een data warehouse. En een warehouse, wat je daar ziet aan eigenschappen, is dat het veel om gestructureerde data gaat. Dus veel data in tabellen, relationeel aan elkaar gekoppeld. En het werkt vaak volgens het ETL-principe, het Extract, Transform, Load. Dus het haalt data ergens uit, het transformeert het en het laat het weer ergens in. En dit gebeurt vaak op een batch manier. Dus je hebt een set aan data, bijvoorbeeld 5 minuten of een uur. En die wordt als een bulk zo in jouw platform gegooid en die wordt er ook weer zo uitgehaald. Vaak worden er ook data marts opgebouwd. En een data mart is een soort, een groepering van data die bijvoorbeeld voor jouw financiële afdeling interessant kan zijn. Want die kijken naar hele andere dingen dan bijvoorbeeld de logistieke afdeling. Maar dit heeft ook wat nadelen. Dus zoals je zag, hè, het is vaak batch-gewijs wordt het geingest. Dus je hebt wat vertraging in de data die je ziet. Het is niet echt real-time data. Daarnaast is het niet geschikt voor alle datatypes. Bijvoorbeeld afbeeldingen zijn wat moeilijker in een SQL-tabel te stoppen. Dus je bent een beetje beperkt in de data die je erin kan stoppen en dus ook wat je er uiteindelijk mee kan doen. En juist ook omdat alles heel veel relationeel is, de kosten van SQL zijn wat hoger misschien dan nodig zou moeten zijn. Dus er kwam de volgende stap en dat zijn de data lakes, misschien wel eens van gehoord. Het kenmerkt zich eigenlijk doordat je alle type data erin kan stoppen. En het heeft ook veel meer type consumers, dus veel meer mensen binnen bedrijven die er gebruik van kunnen maken. Er is ook een shift heeft plaatsgevonden, waar het eerst dat ETL was, dat Extract Transform Load, is het nu wat meer naar Extract Load Transform gegaan. En daarmee bedoelen we dat je dus eerst je data opslaat, je ruwe data, en het daarna nog kan hergebruiken. Dat kun je dus doen omdat die huidige dataopslag, die kun je op een vrij goedkope manier doen. En daarnaast kun je altijd nog terug dus naar die ruwe data om te kijken. Stel je voor, je hebt een bepaalde analyse, er komt een rapportage uit en je wil weten van welke data is dat ook alweer geweest. Nou, dus die data die kun je dus heel lang ergens opslaan, die ruwe data. Ze hebben de naam ook iets aangepast, hè, waar het dan eerst Extract Load Transform was, noemen we het nu vaak Ingest Store Analyze. Omdat het niet alleen maar extract is, niet meer alleen maar het eruit halen. Maar het is meer dat je een soort ingangspunt hebt waar je ook bijvoorbeeld data naartoe kan sturen. En hetzelfde voor de loten, vaak voor de transformer. Het is niet alleen maar het transformen van data, maar soms wil je bijvoorbeeld data combineren. Dus vandaar dat dat analyze heet. Het is ook heel erg geschikt voor streaming data, dus live data, hoge snelheid er doorheen. Hè. Denk weer aan dat uur bijvoorbeeld. Direct heb je een reactie. En het opent ook meer mogelijkheden voor data science. Bijvoorbeeld die afbeeldingen die dan niet in zo'n data warehouse passen. Die kun je dus wel heel goed in zijn data lake stoppen, waar je dus bijvoorbeeld data science kan uitoefenen hierop. Dan gaan we eens even kijken naar zo'n data pipeline, waar ik het in de eerste slide over had, van hoe ziet dat eruit? Nou, ik focus me eerst even op die horizontale balk daar, dus die data pipelines. Die andere lagen, daar komen we later wel op. En in die data pipeline zien we 4 stappen. Dus we beginnen met het ingesten van data. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan, je hebt allemaal verschillende tools voor die data te ontvangen. Dan moet je dus denken aan wat voor type data gaat het om, hoe snel komt die binnen, hoe schaalbaar moet het zijn. En als je die hebt ontvangen, die data, dan wil je hem ergens gaan opslaan. Ook daar weer, wat voor data gaat het om, zijn het afbeeldingen, is het weer een tabel. Dus daar kun je zo over nadenken van, ook bijvoorbeeld hoe lang wil ik die data opslaan. Is dat een dag of misschien moet dit wel voor een order 10 jaar worden opgeslaan. En dan ga je door naar de volgende stap, dat is de analyse stap. En in die analyse stap ga je de data die staat opgeslagen, ga je combineren
En dan maak je iets van die je uiteindelijk weer aanbiedt in je model and serve. Dus daar zet je een kant-en-klare dataset neer die gesurfd kan worden met bijvoorbeeld een webhook of een rapportage, een dashboard. Er zijn verschillende mogelijkheden voor. Dus als we even teruggaan naar het voorbeeld van Ubernet. Je hebt dus die klant en je wil dus een Uber bestellen. Wat je dan eigenlijk doet is je zegt, hier ben ik en hier wil ik naartoe. En je praat eigenlijk meteen tegen die achterkant aan. Dus die serverkant, dat is die API. En wat het dan doet of wat het al heeft gedaan, is een hoop data verzamelen. Je kan bijvoorbeeld denken dat die auto's die daar rondrijden, die sturen dus hun huidige locatie door. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En dat gaat met een hele hoge frequentie. Dat wil je, misschien wel elke seconde wil je dus die data binnenhalen. Dus die wordt heel snel geingest en heel snel rechts opgeslagen. Het kan ook zijn dat je iets als availability wilt doorsturen. Dus stel je voor dat hij nu aan het rijden is, hè, dan is die auto dus nu niet beschikbaar. Dat is natuurlijk wel nuttige informatie om te weten. Die kan misschien met een iets lagere frequentie worden doorgestuurd. En ook nuttige informatie is bijvoorbeeld je informatie over je auto. Wat voor type auto is het? En hoeveel personen kunnen erin? Misschien wil je wel een busje bestellen voor 6 man. Dat soort data dat zal iets minder snel veranderen. Dus die frequentie van die ingestion en store zal misschien maar 1 keer per maand of zo gebeuren. Andere type data waar je aan kan denken is verkeersinformatie. Is er ergens een ongeluk gebeurd? Staat er rechts file of zo? Dat is ook informatie weer een heel ander type dan hierboven. En ook die wordt geingest en ergens opgeslagen. Dus hebben we die ingest stap gehad, die store stap hebben we gehad. En de volgende stap is dan het analyseren van de data. Oh ja, er kan natuurlijk nog heel veel andere type data kunnen hierin worden gezet. De volgende stap is dus je analyse stap, waarin je dus die data die je hebt opgeslagen, ga je combineren met elkaar. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat jij een aantal opties kan aanbieden aan jouw klant. Dus je kan een hele dure auto of een hele dure Uber kiezen of een iets minder dure, net wat je zelf wil. En dat krijg je dus terug. En daarin zie je van wat is je verwachte aankomsttijd, hoe lang moet je er nog op wachten en hoeveel gaat dat ritje kosten. Dus dat is eigenlijk een beetje een notendop wat er gebeurt in zo'n data pipeline. Ik zei al van er zijn nog wat andere lagen hier die je kan zien. Bijvoorbeeld je orchestration laag. Met die orchestration laag zorg je dus voor dat de scriptjes die je hebt draaien en heel die pipelines, dat die goed worden aangestuurd. Dus je kan je voorstellen dat als er een script ergens faalt, dan wil je dus dat er iets mee gebeurt. Wil je bijvoorbeeld dat een scriptje opnieuw wordt herstart en zo ja binnen hoeveel retries. Wil je ook dat andere pipelines die er lopen, wil je ook dat die worden gestopt en ook opnieuw gaan? Hè? Want data kan natuurlijk afhankelijk zijn van elkaar. Daar zorgt die bovenste orchestratielaag voor. Andere lagen zijn monitoring en alerting. Dat is also iets vanuit die orchestratielaag. Inderdaad, als je ziet van hey, scriptje is gefaald, dan wil je dat natuurlijk weten. Dus je wilt er een alert van krijgen, een pushbericht op je telefoon of een e-mail of zo. Dat je weet wat er aan de hand is. Stuk governance komt er nog bij kijken. Dat gaat meer om de data die erin zit. Van wie is die data? Welke velden zouden erin moeten zitten? Wie gebruikt hem? En je kan ook denken aan dingen als version control. Dat je weet dat je data dat die op een nette manier erin komt. Goed wordt geprocessed. En dat je ook niet per ongeluk iets in development kapot maakt. Omdat je dingen aan het testen bent. En tot slot natuurlijk security. Erg belangrijk in data, wie mag er waarbij, maar denk ook aan wie mag bijvoorbeeld op welke tools inloggen om dingen te kunnen zien. Dat is een beetje een notendop hoe zo'n data pipeline met alles eromheen, dus een heel data platform eruit ziet. En dan gaan we door naar het volgende, dat zijn de data rollen. Dus misschien heb je wel eens gehoord van dat er een data engineer werd gevraagd of een data analyst werd gevraagd. Dat is natuurlijk de vraag van wat zijn nou die verschillen tussen die rollen. Ik heb hier even simpel geprobeerd uit te leggen. Rechts onderin zie je dat platform. Dus ik heb even met iets donkerder aangegeven van waar is die persoon op actief. We beginnen met de data architect. Zoals je ziet is die eigenlijk voor het hele platform, moet je erover mee kunnen denken en sparren. Maar die zit vooral natuurlijk op je bouwen en het nadenken van je infrastructuur. Dus die maakt wat designs. Die denkt na over hoe tools met elkaar praten, wanneer moet iets geüpdate worden, wanneer ga je schalen, wanneer niet. En natuurlijk moet je ook wel iets afweten van hoe je je data organiseert en hoe je het operationeel maakt. Volgende is de data engineer.
Zit natuurlijk wat meer in de datahoek zelf. Hè, dus doet wat meer aan transform, meer aan modelleren. En die weet ja, eigenlijk van veel gebieden ook wel iets af. Zit wat minder aan die analyse, model en serve kant. Dan de data analyst. Die is goed in het binnenhalen van de data en daar wat queries over uitvoeren. Zit ook wat meer aan de business kant. Dus die haalt ook wel eens wat ja, requirements op binnen zo'n bedrijf. Van waar wil je nu toe als bedrijf? En wat voor rapportages moeten er worden gemaakt? Iets meer de BI kant. En tenslotte nog de data scientist. Oh ja, data analyst zit inderdaad rechts. Samen met de data scientist. En die zijn, nou, data scientists, die kennen mensen echt door die machine learning modellen. Dus niet alleen dat te maken, maar dat ook op een goede manier te kunnen uitleggen aan je stakeholders natuurlijk. Dit is een iets versimpelde versie. Je hebt hier nog meer rollen in natuurlijk. Maar die, ja goed, dit zijn denk ik de belangrijkste rollen die normaal gesproken in zo'n platform draaien. Dus ik hou het eventjes hier bij deze rollen. En dan gaan we door naar een demo. Stel je voor dat die klant waar we het net over hadden, Uber, die heeft bepaalde klanten die gebruik maken van het platform en die wil weten wanneer er anomalies plaatsvinden op een creditcardtransactie. En ze hebben een anomaly gedefinieerd als wanneer een betaling heeft plaatsgevonden binnen 5 minuten van 2 verschillende locaties. Want ja, dat kan bijna niet. Een locatie hebben direct over steden die ver uit elkaar liggen. Dus welke data wordt er nu aangeboden? Nou, we hebben wat real-time transactions van creditcards. Je ziet van zoveel euro is er hier afgeschreven vanaf deze locatie. En we hebben een tabel met persoonsgegevens. Dus in die real-time data staat alleen het creditcard ID. En we hebben een tabel met persoonsgegevens die we kunnen gebruiken voor verrijking. Dus die kan ook laten zien van welke persoon, is die creditcard, zodat we die even kunnen opbellen en vertellen van, volgens mij gaat er iets mis hier. Nou, dus Uber vraagt aan jou, kun jij voor mij zo'n platform maken dat die creditcardgegevens kan analyseren real-time en verrijken met persoonsdata, zodat wij onze klanten een waarschuwing kunnen geven. Nou, dat gaan we dus nu proberen in een live demo. We beginnen nog eventjes met, hoe ziet het eruit? Ik heb hier gekozen voor Microsoft Azure. Had net zo goed AWS kunnen zijn of Splunk kunnen zijn. Maar ik vind dit een goede opzet om te kunnen laten zien welke verschillende tools je hebt. En hoe die dan zo'n flow doorlopen. Zit dus hier bovenaan. Is dus de stream vanuit de creditcards. Hè. Daar heb ik gekozen om die te ingesten in een Event Hub. Event Hub is heel goed voor logdata die stream binnenkomt. Is ook heel erg schaalbaar. En die ontvangt de data eigenlijk als een soort van buffer. Dus de data komt binnen, wordt eventjes bewaard voor je totdat je er iets mee gaat doen. En we gaan er iets mee doen met Stream Analytics. Dus daar gaan we een query op afvoeren die real-time die data uit de Event Hub weer doorstuurt. En dat wordt doorgestuurd naar Cosmos. In Cosmos kun je op verschillende manieren data in opslaan. Dat is ook weer heel erg schaalbaar. Dus ook wereldwijd kun je een hele hoge availability halen. Dat is natuurlijk erg handig voor dit soort security rapportages. En uiteindelijk willen we dat gaan aanbieden in helemaal rechts Power BI. Dat is natuurlijk allemaal de Azure Microsoft suite hier. En we gaan die data verrijken met die contactgegevens. Die staan nu op een blob storage. Gaan we in Databricks gaan we die decrypten de data, want die staat nog encrypt. En uiteindelijk slaan we die op en gaan we die verrijken in Power BI. Yes, er is een vraag. Ja. Ja, dus dan gaan we even. Sorry, de vraag was: hoe is security binnen de rollen verdeeld? Dan gaat het om deze rollen. Security zit, wat mij betreft, voornamelijk aan de architect en een beetje aan de engineerkant. Architect bedenkt het dus hoog over. Dus die bedenkt van: wat zijn mijn security groepen die ik heb en waar mogen ze in basis bij? En een data engineer, misschien ook wel analyst en scientist, maar vooral de engineer, die zegt uiteindelijk van: jij krijgt toegang tot deze groep met data. Ja, goed, dus die twee flows net uitgelegd. Dan zijn er nog twee dingetjes. We gaan ook meteen die Event Hub gaan we in monitoring zetten, zodat we weten wanneer de flow is gestopt, zodat we daar een alert van krijgen. Gewoon even als testje om te kijken of het werkt.
En we, deze koppeling hier tussen de blob storage en een Databricks, die wordt gedaan met een app. Dus dat is dan meteen een stukje security inderdaad. Nou, dat is die vraag die Alex net stelde van hoe borg je dan die security? Nou, dat is een designkeuze die je maakt. Waarschijnlijk de architect die dan zegt van ik wil dat deze koppeling zo loopt. Dus dan mogen we even switchen dat we alleen maar de laptop zien. Ja. En dan even kijken. Yes. Als het goed is, mijn scherm nog steeds zichtbaar. Even kijken. Wat ik heb gedaan is hier een resource group gemaakt. En in een resource group heb ik alvast een paar resources gezet. Dus een group gebruik je om, om dingen die logisch bij elkaar horen, om die te groeperen. Dat kan bijvoorbeeld ook voor je financiële afhandeling kan dat makkelijk zijn. Nou, het eerste ding waar we het over hadden was die Event Hub. Die kunnen we hier even openen. En die Event Hub die bestaat nu wel. Maar als het goed is, als je naar de berichten gaat kijken, zie je dat daar nu niks op binnenkomt. Van de afgelopen 6 uur kijken wel, want ik heb vanmiddag nog wat testjes gedaan, dus dat klopt helemaal. Maar er komt nu dus inderdaad niks op binnen. En we willen dat wel graag zien natuurlijk wat er gebeurt. Daarvoor gebruik ik een ander tooltje. Dat heet de Service Bus Explorer. Daar kijk jij gewoon in die Event Hub mee en dan kijken welke events komen er binnen. Dus we gaan een Event Hub Listener hier aanmaken. We pakken even de connection string hier. En we gaan dat doen op een van de Event Hubs. Je kan dus meerdere Event Hubs in een namespace kun je maken. En dit is de Event Hub. En dan gaan we die starten. En als het goed is, zien we hier nu inderdaad niks op binnenkomen. Dus dat is goed. En dan gaan we de dataflow aanzetten. En normaal gesproken is dat natuurlijk data daadwerkelijk uit een bepaalde tool, security tool of zo. Nou, dat heb ik nu natuurlijk niet voor handen, dus ik stream even wat data vanuit mijn eigen laptop die Event Hub in. Als het goed is, zie je over een paar seconden dat er daar een tooltje begint. Ja, kijk, hier komen de eerste events aan. Dat zijn allemaal transacties. Dus die komen nu, als het goed is, ook in mijn Event Hub binnen. En dat zien we dus hier ook netjes binnenkomen. En dan gaan we eens even kijken, hoe ziet zo'n event er nou uit? Nou, we hadden dus een creditcard ID, een bepaald bedrag. Een bepaalde locatie waar die vandaan komt en een timestamp. Dus dat is mooi, dit werkt allemaal. Gaan we even terug naar mijn Event Hub. Want wat we hier ook nog willen, wat ik net zei, is een alertje instellen. Even kijken. Ik had er al eentje aangemaakt. Even kijken of ik hem nog kan zien. Anders maken we gewoon even een nieuwe aan. Nou, laatste poging. Ja, hier zal hij staan. Ah ja, nee, hij staat natuurlijk disabled op dit moment. Yes. Nou, wat ik heb gedaan is een alert ingesteld. Waarin ik een waarschuwing krijg als dit event geen bericht of in ieder geval minder dan 5 berichten heb opgezet. Als die minder dan 5 berichten krijgt, dan wil ik daar dus een mailtje van krijgen. Nou, de alert zetten we nu weer even aan. En wat je hier ook kan doen is bijvoorbeeld deze dynamisch instellen. Dus soms heb je niet een harde threshold waarop je gealert wil worden, maar is het meer een flow die bijvoorbeeld zoveel procent of zoveel standaard deviatie mag afwijken. Dus dan kun je hem wat flexibeler instellen. Oké, dit draait nu. Dan gaan we even terug naar de PowerPoint. Dus even kijken. Dit is nu ingesteld. Dit hebben we gedaan. Dus nu gaan we rechts. Gaan we naar de analysefase. En daar gaan we dus de Stream Analytics voor gebruiken. En de Stream Analytics, terwijl ik even probeer te lachen voor de foto, die staat hier te draaien. Stream Analytics daarmee, dat is eigenlijk een soort serverless functie die je erop kan draaien. Dus je hoeft hier op zich geen infra te beheren.
Je kan hier gewoon zeggen van, nou, dit is mijn input, dit is mijn output en ik wil dat je er dit mee doet. Nou, input is gedefinieerd, dat is die event hub die we net zagen en de output is ook gedefinieerd. We willen dit naar Cosmos gaan sturen. Dus dan gaan we even kijken met welke query dat we dat willen doen. Dat is met de volgende query, het gaat vooral even om dit stukje. Dus we willen vanuit die input die we hebben gekregen, willen we twee events gaan joinen. En dat willen we doen op basis van creditcard ID. Wanneer het verschil tussen de 0 en 5 minuten is. Dus dat betekent dat er een hele snelle transactie is geweest. En dan hebben we dus nog als eigenschap bij dat dit dus van een andere locatie moet zijn. Nou, als dat voorkomt, dan willen we dat dit wordt doorgestuurd dus naar je output, zoals je hier kunt zien. En dat kun je natuurlijk ook even testen. Dus we hebben hier al wat data nu die dus binnenkomt in de event hub. Dan kun je zeggen van ik wil mijn query wil ik gaan testen. En dan doet het er een paar seconden over. En als het goed is, krijgen we dan onze eerste resultaten te zien. En dit wordt dus zometeen naar onze Cosmos doorgestuurd. Dus daar kunnen we ook nog even kijken of we daar de resultaten zien. Die heeft hij nu nog niet. En dat komt waarschijnlijk omdat er nu nog niet genoeg events in zitten. Ik heb er al wat events in zitten, zoals je kan zien. Dus, even kijken. De volgende stap is dus vanuit Stream Analytics naar Cosmos sturen. En dat kun je hier zien. Nou, dit is Cosmos. Hierin kun je verschillende databases aanmaken. En ik heb hier één bakje data aangemaakt, waarin wat items zitten, die dus net gegroepeerd worden doorgestuurd. En wat je hier kan zien is op basis van een creditcard ID heeft hij dus twee locaties gevonden in San Francisco en Seattle, waarin er twee verschillende bedragen binnen 5 minuten van elkaar zijn gestuurd. Nou, dus ook dat werkt. En dan gaan we dus de volgende stap, is dus om dit te visualiseren in Power BI. Ook al open. Yes. En wat we willen gaan doen is wat data binnenhalen hier. En die data die komt uit Cosmos. Dus we gaan een connectie opzetten en dan vraagt hij waar we naartoe willen gaan. En dan gaan we even de URL erbij pakken. Dus we willen hiermee een connectie opzetten. Ik ben al een keer ingelogd, daarom vraagt hij nou niet om mijn credentials. Dat vraagt hij de eerste keer wel natuurlijk. En dan gaat hij even nadenken en dan de data binnenhalen. Yes, kijk hier. Dit is wat we nodig hebben. En dat zijn dus die anomalies. En wat je dus ziet is dat hij eigenlijk elk event pakt hij dus als een volledige record. Nou, hier hebben we dus nu nog niet zoveel aan. Dus we moeten deze nog even gaan transformeren. En dat doen we heel simpel door hem gewoon even zo uit elkaar te klikken. Als het goed is zien we nu dezelfde data die we net zagen. Dus je hebt één bepaald creditcard ID, twee verschillende locaties, twee verschillende bedragen binnen 5 minuten van elkaar. Nou, het enige wat ik nog even doe is dit hier even een ander type geven aan data. En als wij hier helemaal tevreden mee zijn, dan kunnen we hiermee aan de slag gaan. Ja, we moeten even de data echt daadwerkelijk inladen, want net hadden we hem al even geparst. Yes, daar komen wat regels aan. Oké, data staat erin. Nou, dit kun je dus gaan visualiseren. Stel je voor dat we een optelsom willen hebben van alle creditcard ID's die we net hadden gevonden. En de hoeveelheid data, of de optelsom van de bedragen die we hebben. Dus er is net met 5 creditcards in totaal zijn er verdachte transacties geweest. Zoals je hier kunt zien. En bijvoorbeeld met die eerste creditcard is dat voor bijna 1,5 miljoen geweest. Wat natuurlijk heel erg veel is. Nou, dus deze eigenaren van die creditcards die willen we nu gaan waarschuwen van hey, volgens mij is er iets geks aan de hand. Met jouw creditcard. En dan gaan we even terug hier naartoe. Want hoe gaan we dat doen? Nou, ik heb al wat data hier in staan. Dat is die blob storage.
En die gaan we binnenhalen, want die data zelf, daar moeten we nog iets mee doen. Die gaan we binnenhalen in Databricks. En Databricks, daar ga ik zo meteen nog iets meer over vertellen. Maar dit is eigenlijk Spark onder de motorkap, waarmee je clusters kan aanmaken. En je kan hier ook verschillende scriptjes in kwijt. Die ook wel netjes in version control kan zetten en zo. Dus dit kun je voor behoorlijk wat toepassingen kun je dit gebruiken. Er zitten tegenwoordig ook wat machine learning modules op. Dus erg handige tool. Wat ik hier heb gedaan is ten eerste gewoon een omgeving opgetuigd. Een bepaald cluster aangemaakt. En heb ik hier een script. En die wil ik op dat cluster, wat hier staat, wil ik dat gaan draaien. En we gaan eerst connectie opzetten. Dan gaan we dus richting die storage doen. Wat je hier nu natuurlijk ziet is wat wachtwoorden. Het is een demo, dus nu maakt het niet zo heel veel uit. Maar normaal gesproken duurt dat natuurlijk nog niet. Dat is weer die rol van de data architect. Goed, hij gaat even nadenken en hij gaat dat ik een connectie opzetten met die data. En dan kunnen we zien wat voor een persoonsgegevens dat we hebben. En dat zien we over een paar seconden. Hier. Scala. En we hebben het creditcard ID waar we net op zoek naar waren. Dus die kunnen we dadelijk mooi gaan joinen. We hebben ook een telefoonnummer waar we naartoe kunnen bellen. Alleen we weten nog niet wie die persoon is. Nou is mij ingefluisterd dat dit omgezet is naar hexadecimalen. De naam, dus die naam die kunnen we even terug gaan converten. Dat doen we met het volgende scriptje. En als het goed is, zien we dadelijk aan de rechterkant daadwerkelijk wat de naam is geweest. Nou, dus de eerste persoon, die kennen we. En de rest kennen we ook als het goed is allemaal. Dat zijn dus de eigenaren van de creditcards. Waarom we nu dus eens even moeten gaan waarschuwen van, hey jongens, volgens mij gaat er hier iets niet goed met jullie. Nou, we gaan eerst die data gaan we opslaan. Stuur even terug naar de blob storage. Ik kan het ook even laten zien. Ik denk wel dat we er tijd voor hebben. Het was deze. Ja, dus dit is de blob storage. Dus je hebt een groot storage account waar je meerdere type data in kwijt kan. Eentje daarvan is blob. Dat staat voor binary large object, als ik me niet vergis. En dat is data die dus heel, daar kun je heel veel verschillende type data in kwijt en heel makkelijk ook een connectie mee maken. Dit is de container waar ik net een verbinding mee heb gemaakt. Dus als het goed is, is dit de data die we op het begin zagen. En uiteindelijk heb ik hem naar enriched weggeschreven. Dus dit is de data die we dadelijk gaan ophalen. Dus ik even terug naar het plaatje. Dus deze stap hebben we nu gedaan. We hebben dit net voltooid en we hebben hem hierna weggeschreven. Dus nu is het natuurlijk nog de grote vraag van hoe krijgen we dit in Power BI aan elkaar gejoind. Nou, wat we dan gaan doen is weer nieuwe data erbij verzamelen. En die data komt uit blob. Weer hetzelfde idee, dus je hebt een bepaalde URL waar we naartoe gaan. Even terug, waar zitten we? Ja, deze. Nou, dit is inderdaad dezelfde data als die we net zagen. Dus we zagen één file en een folder met nog wat andere files erin. Even kijken en we moeten de volgende data hebben. Dat is deze. Even kijken. En die data gaan we ook weer transformen. Ja, dus ik heb het een keer eerder gedaan, dus hij heeft die data nog onthouden. Nou, de meest recente data is deze hier. Die hebben we net weggeschreven. Ja, dat is 2 uur tijdsverschil, maar goed. Reken maar op dat dit de data is die we net hebben weggeschreven. Nou, deze gaan we dus ook wel even transformen, want we zien nu pas de data goed. Dus hier hebben we de naam die nog geëncrypt was. Het is een telefoonnummer, we hebben een creditcard ID en we hebben de namen die daarbij horen. Dan het volgende. Gaan we even terug hier naartoe en dan gaan we helemaal aan de rechterkant er een nieuwe kolom aan toevoegen met de daadwerkelijke naam.
Ja, deze data willen we koppelen met de query die we zojuist hebben gemaakt. Zoals deze. En dan krijgen we aan de rechterkant in eerste instantie alles te zien. En dat we eigenlijk daar alleen van nodig hebben, excuus, ik doe het even opnieuw, is de daadwerkelijke naam. En als het goed is, zien we dan dat alle ID's overeenkomen met een bepaalde naam. Dus dit is helemaal mooi gelukt. Dan gaan we dit opslaan en toepassen. En als het goed is, gaat hij nog even weer nadenken. En dan zien we zo meteen de naam erbij staan. Ik gebruik nu Power BI Desktop. Je kunt het natuurlijk uiteindelijk publishen naar de cloud, zodat ja, al je collega's er ook bij kunnen. Maar de desktop werkt zich wel prima voor te developen. Nou, wat we gaan doen is de creditcard ID even weghalen en daar gaan we de naam voor in de plaats zetten. Yes, oh, en dan zien we dat ik in dit geval degene ben met het meeste aantal miljoenen waar potentieel mee gefraudeerd wordt. En dus ja, ik denk dat ik daar een telefoontje kan verwachten en we moeten Richie, Alex, Michael en Bastian ook nog even bellen. Goed, ik kan gewoon nog even kijken of mijn mailtje is binnengekomen. Dus we hadden dus in die event hadden we een alert ingesteld, hè, voor als er geen data meer is binnengekomen. Even kijken of die dat heeft gedaan. En anders heb ik, als het goed is, nog een ander voorbeeld. En dit is het voorbeeld dat ik nog even wil laten zien. Dus van een paar dagen eerder heb ik zelf de event heb ik ingesteld. Nou, dus op een gegeven moment die dataflow die ik vanaf mijn laptop aan het streamen ben, dat kun je ook zien, die is inmiddels gestopt. Hij heeft 2000 berichten heeft hij verzonden. Dus als het goed is, krijg je op dat moment een notificatie, omdat in jouw event op geen events meer binnenkomen. En daar hebben we dus een alert op staan. En dat heeft hij toen ook gedaan. Dus je ziet van, er zijn nul berichten binnenkomen, terwijl de threshold op 5 staat. Dan stuurt hij netjes een alert door. Oké, even terug hier naartoe. Dus de flow is duidelijk. Natuurlijk is het wel dummy data. En ja, daar komt er echt nog veel meer bij kijken. Maar ik denk wel dat dit een goede opzet geeft van wat speelt hier nu allemaal. En waar moet je rekening mee houden. Een paar dingen die er nou nog niet in zitten natuurlijk. Dat is bijvoorbeeld orchestratie. En je zag dan dat scriptje wat ik net had hier in Databricks. Die heb ik nu eens één keer met de hand afgetrapt, hè, omdat dat speelde te decrypten. Nou, je zou dat dus netjes natuurlijk in een orchestratietooltje kunnen zetten, zodat die bijvoorbeeld elke 5 minuten of elke uur wordt afgetrapt, zodat je dat gewoon lekker up-to-date houdt. En zo moet je dus inderdaad voor al dit soort dingen, moet je gewoon een keuze maken van, ja, waar wil ik het managen, waar wil ik het monitoren? Want ja, je wil natuurlijk ook weten als bijvoorbeeld hier geen data in komt te staan. Dus wil je allemaal alerts van krijgen en weten wat er speelt op je omgeving. Dan nog wat voorbeelden van dataplatformen. Want je zag net dat we dit in Azure in Azure hebben gedaan. Maar je hebt natuurlijk nog veel meer verschillende soorten platformen. Ik wil eerst even gewoon over platformen zelf praten. En de volgende slide gaat over de cloud vendoren. Hou er even rekening mee dat je dus deze tools kun je dus draaien in de cloud. En die cloud vendoren hebben ook nog vaak hun eigen tools om zo'n platform op te zetten. Zoals wat je net bij Azure zag. Ik had er eerst veel te veel tekst, dat mocht niet van Ritje, dus ik heb hem even omgezet naar alleen maar plaatjes, om het even wat simpeler te houden. Dus als je denkt, nou Splunk, ik heb trouwens gekozen voor Splunk, de Apache suite, dus Hadoop en Spark, en ELK, dus dat is wat ik dus bij Tenet nu aan het doen ben. Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat dit platformen zijn die eigenlijk heel compleet zijn, dus die kunnen alles, kunnen ze eigenlijk wel, en ook binnen Brightcubes best wel veel gebruikt zijn. Nou, dus de eerste is Splunk. Dat zie ik altijd een beetje als een one tool to rule them all. Het kan eigenlijk alles. En ja, het is goed in de ingestion, opslag en weer data eruit halen. Het
het is ook best wel het is heel erg volwassen. Dat komt ook deels door Splunk Base. Daar kun je allemaal apps in downloaden. En je ziet dus ja, bijna voor elke datakoppeling die je wilt leggen, heeft er wel iemand een tooltje geschreven. Het businessmodel heeft een beetje een wijziging doorgegaan. Ze waren eerst heel erg op de hoeveelheid data die jij binnenhaalt. Dat is wat meer naar kant-en-klare toolsets geschoven. Bijvoorbeeld IT Service Intelligence. Dus dan zeggen ze eigenlijk, nou, stop je data maar in een bepaald formaat uit. En wij zorgen ervoor dat we jou helpen bij het visualiseren van jouw data. En dat je jouw service goed kan managen. En zoiets soortgelijk hebben ze ook voor security monitoring. Enterprise security is dat. En daardoor is het dus eigenlijk heel erg plug and play. Volgende is de Apache, die je dat misschien wel kent van Hadoop en Spark. Het is een van de eerste echte grote dataplatformen. En die werd toen heel erg veel on-premise neergezet. Was met Hortonworks of Cloudera. En wat je vaak ziet, is als ik daar zo'n architectuurplaatje van zie, is dat het ontzettend veel kleine tools zijn die allemaal een eigen functie hebben. Er kan eigenlijk tot 20 of 30 tooltjes gaan. Ik ben zelf niet heel erg bekend hiermee met de hardcore Apache zelf. Maar ik vind het juist heel fijn om te zien dat er heel veel varianten hiervan worden nu in de cloud gezet. Dus je hebt dat je nog steeds de kracht hebt eigenlijk van Apache. Dus nog steeds de kracht hebt van bijvoorbeeld Hadoop of van Spark. Maar dat je daar een klantvriendelijke versie omheen krijgt. Bijvoorbeeld wat je net zag bij Databricks. Waardoor je het heel snel in de lucht kan gooien en er heel snel dingen mee kan doen. En dan hebben we nog ELK, waar ik dus deze week mee ben begonnen bij Tenet. Open source, van origine een Nederlands bedrijf ook. Het lijkt altijd een beetje op het broertje van Splunk. Maar dan de gratis variant, tenminste als je niet kiest voor een supported versie. En het wordt heel erg gedreven door, tenminste de data ingestion, door Beats modules die ze hebben gemaakt. Dus je kan je voorstellen dat je op een server heb je wat data, wat logfiles staan. Daar kun je dan bijvoorbeeld FileBeats voor gebruiken. Of je wil van een server wil je bepaalde metrics halen, dan kun je MetricBeat voor gebruiken. Nou, die komen er meer en meer en meer, ook een beetje te vergelijken met Splunkbase. Maar dan, ja, Splunk is natuurlijk wel iets verder. Die hebben ook iets meer geld verdiend de afgelopen jaren. Dus die hebben wat meer te investeren. Maar wat ik wel heel mooi vind aan ELK is dat ze de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt de afgelopen jaren. Dus die zijn, een paar jaar geleden liepen nog allemaal niet super soepel. Maar vooral de laatste 2-3 jaar is dat echt een heel erg volwassen, goed product geworden. En dan door naar de cloud vendoren. Zoals ik net al zei, dus die tools die je net zag, die kun je dus ook draaien gewoon op Azure AWS. Dus je kan gewoon zeggen van ik wil Splunk hebben. En dat kun je natuurlijk heel veel beheren, infrabeheer hoef je niet meer te doen, een hoop configuratie hoeft allemaal niet meer. Wat ik hier nog heb staan is een plaatje van de 3 grootste cloud vendoren. Ik denk dat er een paar cloud mannen zijn ingebeld, die weten hier veel meer over te vertellen. En even in de Jip en Janneke vertaling van links naar rechts heb je Amazon, Azure en Google. Amazon is het langste bezig, is ook het meest volwassen, heeft ook het grootste marktaandeel. Azure is de runner-up, iets groter marktaandeel. Ik denk trouwens dat die cijfers inmiddels wel iets zijn gewijzigd, maar goed. Iets groter marktaandeel dan Google. Wordt wel veel gekozen natuurlijk omdat mensen al bekend zijn met Microsoft. Hè. Het heeft ook wel fijne integraties met Azure DevOps of met Microsoft Teams of zo. En tot slot nog Google. Iets later begonnen en is nu pas een beetje aan een groei bezig. Wel goed in compute begrepen, dus echt geschikt voor machine learning. Maar nogmaals, waarschijnlijk weten onze cloudmannen hier nog veel meer vanaf. En dan heb ik er nog 2 andere bijgezet. Alibaba en de Schwarz groepen. Dus Alibaba, die kennen allemaal, dat heet officieel Alium. Die zijn wel marktleider al in Azië, maar die zijn eigenlijk pas net begonnen in Europa. Maar goed, wie weet wat die komende jaren nog allemaal gaan doen. En Schwarz Groepen, dat is het moederbedrijf van de Lidl. Wel grappig om te zien, die hebben vorige week zoiets aangekondigd dat ze dus ook clouddienst gaan aanbieden. Dus dat is wel, wel grappig om te zien dat er nog andere bedrijven hier toch nog in investeren en misschien wel de concurrentiestrijd proberen aan te gaan. Dan tot slot nog wat best practices. We zeggen wel eens gekscherend van hoe voorkom je dat je data lake en data swamp wordt. En met Data Swamp bedoelen we dat je er een hele hoop data in staat die niet gebruikt wordt. Scripts die draaien of die falen waar men niet meer weet wat het is. Om dit te voorkomen heb ik geprobeerd wat best practices op te schrijven. Er zit voor een heel groot gedeelte in de governance laag.
Maar het begint eigenlijk bij, start nu met de data van je zeker weet van dat het gebruikt wordt. Dat het belangrijke data is, dat je het kan hergebruiken. Zoals ik op het begin een beetje zei, van je kan er eigenlijk alle data in kwijt. Dat is hartstikke fijn, maar dat betekent nog niet dat je dat ook daadwerkelijk moet gaan doen. Je moet wel goed nadenken over, ga ik iets met die data doen, ja of nee? Volgende is een stukje data governance, wat ik net ook zei. Dus daarmee bedoelen we dus dat je goed weet van welke data staat erin, door wie wordt die gebruikt, wie managt hem. Ook een stukje version control, wat ik net al zei, dat je goed weet van welke flows, welke pipelines lopen er. Zo'n plaatje bijvoorbeeld die ik dan net had, hè, met al die toeltjes erin, die zijn gewoon erg belangrijk, zodat je die flows goed kan zien. Je hebt de laatste tijd wel wat meer tools die jou hier een beetje bij helpen. Hè. Die proberen dan inzichtelijk te krijgen van welke dataflows lopen er. Nou, dat scheelt dan een hele hoop. Want als je natuurlijk elke week zo'n plaatje moet gaan aanpassen, ja, dat is ook niet werkbaar. Dus probeer er een beetje een balans in te vinden van hoeveel manueel werk het is om zo'n plaatje te maken en bij te houden ten opzichte van wat je kan automatiseren. Nou, over automatiseren gesproken, probeer inderdaad zoveel mogelijk wat je doet ook te automatiseren. Bijvoorbeeld natuurlijk een simpele deployment naar production. En ook een stukje monitoring. Alles wat je bouwt, zorg dat er monitoring op staat. Initieel kost dat meer tijd natuurlijk, maar uiteindelijk ga je daar tijd mee besparen. Volgende is de data rollen waar we het net over hadden. Zorg ervoor dat die... Ja, dat je weet in ieder geval dat die rollen er zijn. En dat je dus ook mensen nodig hebt die dat moeten gaan uitvoeren. Het hoeft niet per se te zijn dat je echt per se 4 mensen in dienst hebt waarvan iedereen een aparte rol heeft. Je kan die prima combineren als je maar wel weet dat die mensen wel dat beheer bijvoorbeeld moeten gaan doen. Want anders wordt het gewoon een data swamp. En tot slot, zorg ervoor dat je weet wie je stakeholders zijn. Zorg ook ervoor dat je ze betrokken houdt. En daag ze ook uit. Wat je ook wel eens ziet is dat er iemand een rapportage aanvraagt. Bepaalde data wordt er ingeladen en je ziet een jaar later wordt het gewoon helemaal niet meer gebruikt. Dus dan één ding wat je hierbij kan doen is bijvoorbeeld om het half jaar een overzicht maken van welke data heb ik erin staan. Hoe vaak wordt die bekeken? Hoe vaak wordt de rapportage bekeken? En ga gewoon in gesprek met, is die data nog wel nodig? Of kunnen we het op een andere manier oplossen? Zodat je in ieder geval je stakeholders dichtbij houdt. Dat was een stukje van de demo. Nou, er zit er hier nog, 20 seconden tussen. Misschien kunnen we alvast even beginnen met de vragen die tussentijds zijn binnengekomen. Kunnen jullie alvast wat andere vragen typen? En dan kijken we gewoon even tot de vragen op zijn. Er is wel één vraag aan Alex. Hoe zie je de toekomst van de techniek? Van de techniek. Dus de vraag is, hoe zie je de toekomst van de technieken? Ja, meer als een algemene vraag. Hoe ziet het eruit? Verschillende datatechnieken. Ja, dus qua platformen denk ik dat er wel steeds meer richting cloud gaat. Want je merkt gewoon dat het ontzettend veel werk scheelt. Hè. Een stukje management, een stukje monitoring, infrabeheer en zo. Dat hoeft gewoon allemaal niet meer. Nou goed, dat is logisch. Ik heb ook nog een andere slide waarvan ze zeggen van deze kant gaan de data lakes op. Want data lakes was net het laatste waarmee ik eindigde. Ik heel even hier naar beneden gaan. Het is nog een beetje een theoretisch verhaal. Maar het heet als volgt, de lakehouses noemen ze het. En wat daarmee bedoeld wordt, even kijken, zien jullie mijn scherm nog goed of niet? Nee. Even kijken, dat gebeurt nu wel. Dus de opvolger van data lake noemen ze een lakehouse. Dat is eigenlijk een combinatie van een data warehouse en een data lake. Waarin ze zeggen van, nou, we pakken de voordelen van een data warehouse. Dus een data warehouse werkt bijvoorbeeld wel heel veel met schema's, waardoor jou weet van je data moet in een bepaald formaat zitten. Het nadeel is dat je wat minder flexibel bent, maar het voordeel is, als je data erin krijgt, dat die dan ook gewoon goed is. Nou, en hier staan wat voorbeelden. Er is eigenlijk veel te veel tekst natuurlijk om nu op te lezen. Maar wat voorbeelden die dus een data lake combineert met een data warehouse. En ze zeggen van, dit is een beetje de toekomst. Nou, een van de tooltjes, ik weet niet of het hier erbij staat. Microsoft heeft laatst een tooltje uitgebracht. Ja, de Azure Synapse Analytics, waarvan ze zeggen, dit is nou een voorbeeld van een deel van een lakehouse. Er is nog niet heel veel over bekend en niet heel veel goede voorbeelden. Maar dit is in ieder geval iets om een beetje in de gaten te houden. Andere vragen nog? Yes. Wat is het verschil tussen de data platform en complexe web applicaties?
Een vraag van Richie, denk ik. Ja. Wat is het verschil tussen een webapplicatie en een data platform? Dan ga ik er heel even terug naar mijn eerste plaat hier. En ik zie een webapplicatie eigenlijk als iets. Even kijken. Een webapplicatie eigenlijk als iets wat je aan de rechterkant hebt bij je model en serve. Dus jij biedt een webapplicatie ergens aan en die kan met jouw platform praten en die kan daardoor iets aanbieden. En daarvoor zijn dus al die stappen gedaan in jouw data pipeline. En uiteindelijk heb je hem dus helemaal klaar zoals je hem wil aanbieden. En dat kun je dus doen met een webapp bijvoorbeeld. Dat is denk ik het verschil. Andere vragen nog? Even geen vragen. Dan wachten we nog heel eventjes. Ja. En anders dan sluiten we de webinar. Ja, dank jullie wel allemaal. Speciale dank nog aan Irene en aan Bart-Jan en Richie voor het meehelpen en meedenken. En tot ziens allemaal.